Dag jongens en meisjes. Vandaag staat er een les van begrijpend lezen op de planning. En zoals jullie zien is die een beetje anders dan dat jullie misschien gewend zijn. Niet op Junior Einstein, maar een tekst van Nieuwsbegrip. Wat je gaat doen is zometeen de tekst eerst helemaal lezen. Lees goed, kijk goed. En als je dat hebt gedaan, ga je naar de volgende bladzijde. En op de volgende bladzijde staat geschreven, lees de inleiding van de tekst. Nou, de inleiding, hier zie ik het woordje staan. Waar vind ik die dan? Dan ga ik terug naar de tekst. En de inleiding is eigenlijk het dik gedrukte stukje. Dus deze zinnetjes, die ga je nog een keer lezen. Dan ga je terug en dan staat er een vraag geschreven. En dat is deze vraag. Wat is er in Arnhem gebeurd? En dat antwoord vind je in de inleiding. Daarna staat er, lees het stukje geschrokken. Ook daarvoor moet ik terug naar de tekst. En dan zie ik hier, bij regel 4, het woordje geschrokken staan. Ga ik het hele stukje van geschrokken lezen. Als ik dat heb gelezen, ga ik terug en ga ik de vraag beantwoorden. En dat is deze vraag. Vraag 6. Zag Bart meteen dat er een spin in de bakje druiven zat? Zo is dat bij de andere stukjes ook. Lees het stukje uit Chili. Je gaat terug naar de tekst. En je gaat het stukje uit Chili lezen. Dat is heel dit stukje. Als je dat dan hebt gelezen, ga je weer terug. En ga je de vragen beantwoorden. Vraag 8 en vraag 9. Waarvan je het antwoord in het stukje uit Chili kunt vinden. Daarna staat er bij de volgende opdracht, lees het stukje met een schip. Daarvoor gaan we weer terug naar de tekst en lezen we het stukje met een schip. Zodat we weer hebben gelezen, gaan we terug naar de vragen en gaan we hier de vraag beantwoorden die bij het stukje met een schip hoort. Bedenk dus altijd dat als ze een vraag stellen, dat het antwoord daarvan ook altijd in de tekst staat. Twijfel je of wat het antwoord is? Lees dan nog een keertje terug in de tekst. Gaan we naar de volgende bladzijde. Dan gaan we het laatste stukje lezen. En dat stukje heet Buurman. Daarvoor gaan we weer terug naar de tekst. En gaan we het stukje van Buurman. Oh, gaan we het stukje van Buurman ook nog lezen. En als je dat hebt gelezen, ga je weer terug naar de vraag waar we waren. En beantwoord je vraag 13. Dan zijn we bij vraag 14. En daar zet meneer Tjerk even een streepje door. Die hoef je niet te doen. Opdracht 2. Deze opdracht, die moet je wel doen. Daar staat lees de zinnen. Wat gebeurde er het eerst? Zet daar een 1 voor. Wat gebeurde er daarna? Zet daar een 2 voor. Ga zo verder. 1 nummer is al ingevuld. En dat zien we inderdaad. Nummer 4. Eigenlijk zie je in deze zinnen, deze blauwe zinnen die hier staan, een stukje van de tekst staan die we net hebben gelezen. Al een aantal keren hebben we die gelezen. Maar wat is nu de juiste volgorde? Begint de tekst met dat de vogelspin woont bij de buurman van Bart? Of begint de tekst dat er in Chili druiven worden geoogst? Of begint de tekst met dat er een vogelspin in een bakje druiven terechtkomt? Waar begint de tekst mee? En als jij nu denkt dat dat bijvoorbeeld deze zin is, dat daar de tekst mee begint, dan zet je hier het vakje 1. En dan ga je verder kijken, wat gebeurde er daarna? En in dat vakje zet je een 2. Denk goed na, lees eventueel terug in de tekst, dan kom je tot het antwoord. En dan zijn we bij de laatste opdrachten. En eigenlijk staat er iets heel duidelijks beschreven. Er staat, lees regel 15. Oké, dat gaan we doen. Regel 15, daarvoor gaan we terug naar de tekst. En gaan we eens goed kijken. Regel 15, die vind ik hier. En daar staat, het komt bijna nooit voor. Oké, rare zin. Dan gaan we weer eens terug. Oh ja, en daar staat hier inderdaad, het komt bijna nooit voor. En nu vragen ze, wie of wat is het? En om daarachter te komen, moeten we eventjes teruggaan naar die regel 15. En we hebben geleerd dat als we ergens achter willen komen, dat we een stukje terug moeten lezen of een stukje verder. Laten we hier eens bovenaan beginnen bij het stukje uit Chili. De druiven kwamen uit de supermarkt.
Iemand van de supermarkt zegt: een vogelspin in een bakje druiven is uitzonderlijk. Het komt bijna nooit voor. De druiven komen uit Chili. Dat is een land in Zuid-Amerika. Oké, dus een vogelspin in een bakje druiven is uitzonderlijk. Het komt bijna nooit voor. En nu vragen ze bij deze opdracht: wie of wat is het? Is dat A, iemand van de supermarkt, wat je kunt lezen in regel 13? Is dat B, een vogelspin in een bakje druiven? Of is dat C, een land in Zuid-Amerika? In deze zin bedoelen ze met het, en dat kunnen we lezen, als ik één zin teruglees. En dan bedoel ik dus deze zin. Een vogelspin in een bakje druiven is uitzonderlijk. Het komt bijna nooit voor. Met het bedoelen ze een vogelspin in een bakje druiven. Dus ga ik even terugkijken. Dan moet het juiste antwoord zijn B. En nu vragen ze hier, staat het groepje woorden één regel eerder? Ja, want wij vonden het namelijk in regel 14. Zo ga je dat bij vraag 3, 4 en 5 ook zelf doen. Als je klaar bent, lever je je werkje in. Je hoeft het niet na te kijken, dat zal ik doen. Succes!